Ik ga opnieuw proberen de Ronde van Hank te winnen. Iets meer overtuiging nu, alsof je het echt gelooft. Ik ga opnieuw proberen de Ronde van Hank te winnen. Ik geloof hem niet, hè? Nog een keer. Overtuigend! Come on! Ik ga het opnieuw proberen en ik wil de Ronde van Hank gaan winnen. Het is erop of eronder. Dat is gevallen. Ik kan de Ronde van Hank winnen. Mop, Josse! De hele wereld maakt mij zenuwachtig. Ik heb de afgelopen maanden echt keihard gewerkt om topfit aan deze koers te kunnen starten. En daarbij zeg maar geen alcohol gebruikt. Ja, kijk, nu komt de eeuwige discussie. Heb ik alcohol gedronken? Ja. Heb ik gefeest? Ja. Ik wil je! Heb ik het 10.000 keer minder gedaan dan normaal? Zeker. Heb ik er keihard voor getraind? Veel meer dan normaal? Zeker. Nou, ik heb er alles in mijn capaciteit uitgehaald om topfit aan de Ronde van Hank te staan. Komend weekend is daar de eerste grote test. Na 11 maanden geen koers rijd ik de Ronde van Zuidland. Ik voel me eigenlijk best wel goed, maar ben wel benieuwd hoe het gaat om weer een uur lang echt zo diep te gaan in een koers. Ik stel voor dat we nu een compilatie erin knallen dat Jos heel nerveus is. Iemand in mijn technische staf heeft net de bidons opgeplukt. Kijk, die andere jongens gaan nu al warming up. Krijg je dan 6? Ja, hoe laat? Ik moet alweer plassen ook. Ik ben redelijk gespannen voor mijn eerste koers na een jaar. Ja, niet. Ja. Goedemorgen. Goedemiddag. Het is koers. Hoe lang is het geleden? Heel lang. 11 maanden denk ik. Echt gênant lang. Voor iemand die dan weer voor het tweede jaar vrij goede ambities heeft. En zegt, ja, ik ga volgend jaar ga ik echt vroeg starten met voorbereiding. En hier zijn we. 12 dagen voor de Ronde van Hank. We gaan weer beginnen. Kijken welke rugnummers ze mij hebben gegeven in Zuidland. Dat is echt een stront, hoor. Misschien zijn dat mijn zenuwscheetjes. Ik ben al 4 keer naar de wc geweest vandaag. Als ik moet kiezen tussen de hele dag rustig houden en sprinten, of gewoon vol in de aanval proberen te kijken of ik dat kan. Ik heb liever dat ik vandaag veel leer en goed gevoel heb, dan dat ik win. Klinkt gek, hè? Ik wil natuurlijk gewoon winnen, maar dat is niet per se het meest realistische doel, denk ik. Gaan we winnen vandaag dan? Winnen? Ja, dat staat nog mooi op YouTube. Belangrijkste meedoen, hè? Ja, dat is altijd. Plezier. Precies. Als de organisatie vraagt, ah leuk, winnen voor YouTube. De hele wereld maakt mij zenuwachtig. Nee. Ik heb 10 minuten, hè? Als het onderin goed geactiveerd, moet even in de bus fixen. Even naar binnen toe. Het kost je wel een tientje, maar ja. Jossen, J-O-S-S-E, beste. Hey, publiek, Kevin Inklaar en Fabio Jacobs, goed publiek. Je staat hier. Met! Zo, Stankstol heeft een ongemaal een prettige wedstrijd, 20 toertjes te doen. Hij is een beetje van achter trekken. Mop Josse, opschrijven! Toch op kop, hè? De winnaar, hier is Gijsbert Dielko, tweede plaats. Maar ze kunnen slotten. Geen voor je kop. Tijdens de koers dan denk ik de hele tijd dat ik aan mijn max zit. Maar dan merk ik eigenlijk dat ik op het laatst rijd. Gewoon nog de laatste 3 rondjes rijd ik mij alleen maar op kop. En toen werd het zo'n gedrang en het ging regenen. En toen dacht ik, deze jongen gaat niet door die laatste bocht met dat drang. En echt 1 iemand voor mij. 24. Mijn inschrijfgeld niet terug. Nou, we hebben het al. Op naar volgende week en dan op naar de hang. Goedemorgen. We zijn onderweg naar Vledder. Naar de eerste koers samen met mijn nieuwe lead-out man Luc, vanger van Bas. Ik ben heel benieuwd. Fysiek niet helemaal in orde, voel me wat ziekig. Maar goed, het is nog maar een week tot Hank, dus het is erop of eronder. Zenuwen, ook zeker weer van de partij. Eigenlijk is er gewoon nog steeds niks veranderd. En ik vrees ook dat er weinig aan gaat veranderen in de komende jaren. Dat ik nog ga proberen om een sportklassewedstrijd te winnen. Dus ik hoop eigenlijk gewoon dat het me vandaag al lukt. Dus de druk van de ketel voor volgende week. Ja, en we zijn vertrokken. 15 seconden voorsprong dus voor de 3 mannen aan de leiding. We bellen voor de laatste ronde. Hier de winnaar, dames en heren. De man met de 24. Lekker man. Lekker jongen. Yes, maar klasse winst. We hadden niet echt een rolverdeling, maar Luc zei, we gaan gewoon om en om. En ik werd teruggepakt en op dat moment zei, ging Luc. En toen reden wij dus met z'n tweeën op kop. En hij zei tegen mij, jij hebt iemand mee toch? Ja, ik ook. Niks doen. Als je zeg maar
zoals nu, dan is het echt een soort spel, dan is het leuk. Nog 7 dagen? Ja, wordt spannend hè. Ik heb er heel veel zin in gekregen voor vandaag. Wij zijn goed op niveau en dat is zeg maar mooi. Het is loon naar werken. Wij gaan echt mee kunnen. Wij gaan mee doen. Jij gaat echt, je kan winnen gewoon. Je kan echt ik winnen. Kan de ronde van Hank winnen denk ik. Ja. Ik was echt goed. Dit is echt. Jij was ook goed. Ik was. Goh, okay, dit is wel een soort compliment of samen aan worden, dat is eng. Het was echt heel goed. Ja, we waren echt goed. Hallo lieve mensen, het is 8 uur, rustig aangedaan, een lekker pakje yoghurt. Gaan visualiseren. Kijk hoor dat toen mis ging. Die ging er mis. Dan gaan we dit jaar niet nog een keer gebeuren. Hoe lang is het voor 1,3 kilometer? 32 keer. En aan het einde, wie staat op het podium? Deze jongen. Nu ben ik echt heel erg. Er moet nog één ding voor doen, hè? Vallen. Sleutelbeentje. Oh, ja. Voordat het koepersgeweld straks losgaat, doen wij de Tour de Tietem Ronde van Hank Social Ride. Met 30 meesterknechten, verdeeld in 2 groepen. Thomas Kopecky, die leidt groep 1. Die zorgt ervoor dat niemand demareert. So far so good. Mooi dag vandaag. Hoe denk jij dat Jos gaat worden vandaag? Dat is een belangrijke vraag. Hij kijkt mee. Tweede. Derde. Ik denk zelf 8e. Ja, goede voorspelling. Ik heb hem al even gezien vandaag. Hij is wel weer bloednerveus. Dat is hij altijd. Nou, hoortjes van een ander, Jos. Meesterknechten hebben altijd gelijk. Naast de meet is ook het parcours. Afsprinten. Kijk. Eerst staan we klaar om te beginnen, eerste koers. Niet doel. Foutloos vandaag. Aan mij gaat het niet liggen. Je zult Sander Vees, denk je? Ja. Kijk, we hebben hem. Ik ben foutloos vandaag. Goed. Hoe is het met jou? Ben je jaloers? Ja. Heerlijk gechilled onderweg. Genoten van de biesbos. Was nog een beetje 3, 24 graden zeker? Ja, lekker. Maar als je straks met 30 graden moet fietsen, zeg maar om een uurtje of 3. Ik volg competitie. Ja, terwijl zeg maar alles hier in jou draait. En dat er geen druk is, geen druk van buitenaf. Dat er geen drones ingehuurd om hier beelden van te maken. Ja. Voor de rest zeg maar geen druk om te presteren, Josse. Nee, dat voelde ik ook niet zo. Zullen we de intro nog opnemen? We hebben net gedaan. Doei. Ik ga vandaag het commentaar leveren bij de sportklassewedstrijd. Dat is ook tactiek, want Jos wil dat ik ga coachen. Ja, wat hoor je nou beter dan als je dat achter een microfoon doet. Dus ja, het zou echt een heel goed moment zijn om nu weg te rijden hoor, Josse. Ik kom mijn nummer ophalen. Je komt je nummer ophalen. Wester. Wester. Welk nummer heb ik? Bij de sportklasse. Oh, bij de sportklasse. Ja, niet bij de elite hoor. Ik weet dat ik er heel sportief uitzie, maar... 58. Maar dit is toch slecht in de nummers van. Ja, maar hij doet niet meer met de meeste knechten. Nee. Ik doe bij de echte, de grote... Bij de grote jongens. De grote jongens mag ik een dagje meekijken. Tot straks, dan kom ik de premies ophalen. Oh. Oké, die moest ik even gooien. Want normaal ben ik te zenuwachtig. Dit was ook weer niet goed zeker. Nee, oké. Het is niet snel goed, hè? Nee, balans is het keyword, zeg maar. Ik kan ook gewoon... Normaal. Semi-bescheiden zijn. Maar wel met vertrouwen. Voor jou is het of blaaskakerig of in je bloed plassend. En er is geen tussen. Ik kan je vertellen dat ik er wel tussenin zit hoor. Ik moet echt pissen. Maar ik heb wel. Ja, ik heb er zin in. Wat denk je zelf? Wat denk jij? Mag ik even de camera pakken? Mag ik even jou filmen? Kijk, mensen. Hoi, ik ben uw cameraman van vandaag. En ik voorspel een podiumplek voor de heer Wester. Ik denk zelf 8e. Ik hoop ook podium. We hebben al laten zien dat we dit jaar professioneel hebben aangepakt. Heineken-tapje, hamburgertjes. Hey, kijk eens in het koelkastje daar. Soldaatletje 0.0. Ik zie hier meesterknecht shirts van het eerste uur. Dit is een toertitel, Stijn. Want leg eens uit, Josse. Dat was 2 jaar geleden hebben wij per ongeluk de Ronde van Hank overvallen met jouw finale stuk. Ja. En nu? Nu zijn we hoofdsponsor. Nu heet het de Tour. Ja, kom maar eens, kijk eens op de finish, hoor. Kijk, rugnummertje. Mooi, hè? Je kan wel zeggen dat wij een vinger in de pap hebben hier. Ken je dat verhaal van de hoofdsponsor die zijn eigen succes kocht? Ja, is dat zo'n verhaal vandaag? Ja, ik heb de boel wel geprobeerd om te kopen, maar het is niet gelukt. We hadden wat dat betreft geen centen genoeg. Maar ja, goed, het is wel een commercieel festijn geworden, want we duiken straks de Shimano-bocht in. Shimano-bocht bij de Ronde van Hank. Gefeliciteerd, hè? Ja, dankjewel. Ben je nou de allereerste? Ja, dus als Jos nog wat super lead-out zoekt, kan die bij me aankloppen. We hebben hier een echte meesterknecht. Die kan mee koersen. Ja, precies. De allereerste meesterknecht van meesterknechtkampioenschap. En ja. ik kan beamen, hij had heel de koers in handen. Nu Jos er nog. Dat is mij niet zenuwachtig. Hij gaat een navigatie bestellen of zo. Oh, komt vooruit. Oh ja. Hou reepjes. Hoeveel ga je eten? 4 gels? Hij is nerveus. Oh, daar heeft er 8 van gemaakt. Want die is aan het zoeken in zijn vorm. Benen misschien? Oh, weer de achterbak open. Of iets vergeten. Toch is het daar. Toch daar wel, hè? Het zou daar moeten liggen dan. Ja. Josse, wat zoek je? Kijk, de hele opties. Een cafeïne-gelletje. En ik denk niet dat ik iets zie met drinken. Ik zou geen cafeïne doen vandaag. Want cafeïne, vochtafdrijvend, moeten we niet hebben. Is warm. Stop ermee.
Heel goed. Doe het niet. Dubbel spel, hè? Je hebt genoeg geld spelen. Nee, ik ben niet dom. Jij loopt wel veel voor iemand die straks moet koersen. Iets te stoer voor iemand die straks 10 doet. Oh. Volgende auto, dames en heren. Telt u even mee? Zou hier zijn benen inzetten? Kofferbak dicht. Nee, ook niet. Ik wil gewoon water. Gewoon ontzettend matig voorbereiding. Ik wil geen water. Gozer, je hebt de hele bus meegenomen van de profploeg. En nog, help je te zeiken. Waar is het water nog? Het water zit in de kraan en dat is in dat gebouw. Bas, even voorbeschouwing. Josse gaat voor goud, deel 2. Wat denken we ervan? Ervaring heeft hij nu. Nervositeit, nog altijd hetzelfde. Maar hij heeft wel praatjes bijgekregen nu. Ja, hij is wel wat zelfverzekerder, maar ik weet niet of het een act is of dat echt is. En hij weet dat je een ronde vergoeding krijgt als je pech hebt of valt. Ik ga vandaag commentaar doen. Van alle markten thuis ook, hè. Jij bent influencer, wielrenner, speaker, YouTuber, allemaal. Ploegleider to be. Oké, je eigen microfoon. Hij is niet goud. Is dat you dus? Never won. Yeah. Goedemiddag allemaal voor het hoofdnummer van de dag. De sportklassewedstrijd. We gaan hier vandaag 32 rondes rijden over de klinkers hier dwars door Hank. En dan gaat hier gestreden worden voor de titel van beste sportklasserenner in de Ronde van Hank. Mannen, we maken de sportieve wedstrijd van. De bocht voor de finish. Ik zie daar een tweetal mensen in de kant van de wedstrijd staan. Hier staat al de vierde is de man met de demarage. En dan zien we ook een tijd aan. Ja, Jo is onderweg, je bril ligt daar. Vol in de binnenkant van de bocht, denk ik. Ja, dat mag. Gaat erbij. Gaat het nog? Ja, vast. Ben je oké? Ja, maar die gast die hoorde er binnen. Wow, dat kan echt niet. Zag je het? Ja, ik zag het. Ik had die gewoon tegen die boom aan kunnen vliegen. Het stuur moet even naar binnen. Kijk, hoofdstuk. Deze staat dus goed. Naar binnen? Ja, iets naar binnen. Ja. Hé, hey, Jos gevallen. En daar zien we Josse ook aankomen. Is hij gevallen? Nee, je bent dronken. Gaat het? De auto is de Josse. Zijkant van mijn been. Allebei is gepet. Oké, let's go jongen. Let's go. What the fuck. Holy shit. Josse valt net. Iemand kwam onderdoor bij Josse en ze vliegen eruit hier. Holy shit. Hij gaat wel gelijk opstappen. Hij krijgt een ronde vergoeding. Hij had wel schrammen op zijn benen, maar het lijkt allemaal mee te vallen. Hopelijk niet te erg. Lekker boy! Ja, geen paniek hoor, Jos zit er gewoon weer bij. We gaan 5 enveloppen verdelen hier op de meet. En daar wordt van uitgevocht, bocht, sprint en ze gaan dicht langs de naders op weg naar de eerste 5 enveloppen. En ja hoor, daar gaan ze. Oh ja, ja, ja. En het is nummer 52, 20 en 58. 58, 51, 44. 58. Uitzwak premiesprint. Eerste premie dus van 52, Micha van der Ven. Derde premie voor 58, vriendje Josse Wester. We gaan ondertussen even kijken naar het rondebord. Het rondebord staat op 26. En misschien kunnen we beter maar gewoon weer de muziek instarten. Ja, Josse! Maar vind je mij de prijs op zijn kopje schrijven?
Als hij zo meteen hier komt. Josse gevallen. Josse, wederom gevallen. Hoppartij. Wederom valpartij gemeld op het parcours. Josse, hoor ik. Oké, ik ga er heen. Het is gebeurd. Lekker, toen ging ik vol op mijn bek en gewoon face first. En nu is het wel klaar, hè? Pijn? Ah, fuck. Dit is klaar. Ai, ai, ai. Nou, dit was echt het meest trieste rondje dat ik ooit heb gefietst. 6 kilometer. Gaat ie? Nee. Echt veel pijn. Deze flikkerde eraf, alles ging mis, jongen. De eerste ging wel goed, want ik klonk nog net op tijd van het veld in. Waardoor ik in het veld viel. En hij probeerde gewoon de bocht in te gaan, wat niet kon. Ah, fuck man, ik voelde hem best goed. Ging echt makkelijk. Ruud ging ook goed. Alles doet pijn, hoor. Ruud mijn rug. Ja, open. Ja? Ja, bovenaan open. Josse, kan je misschien, wat gebeurt er? Mijn voorband klapte leeg. Het was boom. Volgens mij mogen we van geluk spreken dat, dat alles verder nog heel is. Geen breuken of zware verwondingen. Heb Lucie? Luc is nog in koers, dus we hopen dat Luc de eer hoog gaat houden. Maar ja, Josse, tegenslag. Wel, eigenlijk is douchen. Eigenlijk is douchen en dan terugkomen om daarbij hem af te plakken, want anders... Ik ga nu wel pijn te doen. Pijn, hoor. Hoe is deze op mijn rug? Kan jij die doen? Met de schone kant graag. Hier, hoor. Oh, dat brandt of niet? Ga even door. Laten we je wachten. Het is natuurlijk allemaal vies kijk wat erop zit, hè? Josse is helaas gevallen, maar de koers gaat natuurlijk door. Toen Dieter maar Ronde van Hank. Die gaat hem winnen. Dus, ja. Ik had beter in het zwembad kunnen liggen vandaag. Deze YouTube-video had ook een TikTok kunnen zijn. Het publiek kan plaats gaan nemen. Zijn er dan, hebben. Luc gaat vergoud. Luc gaat vergoud. Jos is vervangen door Luc. Alpons hoop op Luc vandaag. Komen ze. Komen ze. Gaat Luc vergoud, hè? Als hij hem pakt, dan is dat gek, hoor. Hij had meer verdiend. Hij was niet uit de eerste 3 te slaan vandaag. Komt hij, hè? Ja. Oh. Oh. Ik heb die vergaan. Ja. Lieve moeder. Halleluja. Even kijken. Straf is mooi wonen. Nee, er zit niks meer. Assistent, ploegleider, koerskapitein, influencer. En heb je nog een nieuwe taak gevonden? Spieken. Deed aardig goed. Ja, je wist het goed vol te lullen. Dankjewel. Mooie bruggetjes gemaakt. Goh, ik vond die van Danny Vrolijk leuk. Nee, heb ik niet gehoord. Ah, die was leuk. Vertel hem nog eens. Misschien is ze dan nog leuk. Toen was Josse net afgevallen. Daar word je niet vrolijk van. Toen zei ik van, weet je wie wel vrolijk is? Danny, die zit in de kopgroep. Nou, laat even weten wat je van Bas' spiekenkwaliteiten vond in de command. Ja, en dan sluiten wij hem af, denk ik. Wat het meest opvalt nog bij Josse is die grote puist. Zo. Hij heeft dan allemaal krassen, maar die puist vind ik wel het meest opmerkelijk op dit moment. Dat is echt. Ik ga jou nog een keertje zelf een mond geven. Hoezo? Ook weer, jongen. Die gasten van die ene vereniging. Volgende keer met zijwieltjes, Jos. Nee, jij zet een reputatie van ons, zeg je wel, gooi je wel goed de grabbel. Veel bombardie, maar finish zomaar. Laat erin maar afsluiten voordat het een. Voordat we hier... Bedankt voor het kijken. Het zal een korte video worden, denk ik, of niet, Koen? Zullen we hem omhoog gooien? Ja.